Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Dit wordt de eerste in het Nederlands. Het Engels kostte me best wat moeite en het, uiteindelijk, sorry voor de twee viewers die het in het Engels keken. Maar de moeite woog voor mij niet meer op tegen de opbrengsten van de paar extra viewers. Vandaag ga ik bezig met mijn eigen zelfbouw DCC systeem. DCC is om je treinen digitaal aan te sturen. In plaats van dat je dus gewoon zoals normaal stroom op de rails zet. Plus, min. Als er een plus op deze staat en min op die kant, dan rijdt de trein die kant op. En als je het omdraait, rijdt hij deze kant op. Bij digitaal zet je een gecodeerd signaal op de rails. Dit gebeurt door middel van Pulse Width Modulation, PWM. Het is eigenlijk een wisselstroom die je erop zet met een bepaalde frequentie. En een afwijking in die frequentie is een bit. Dus theoretisch laten we zeggen dat je een wisselstroomsignaal van 50 hertz hierop zet. Op het moment dat dat wisselt naar zeg 100 hertz, dan betekent dat een 1 en valt het terug naar 50 hertz en is het een 0. Op die manier kun je communiceren in ieder geval één richting met je locomotief. Sorry jongens, pak ook even wat thee. Een DCC-systeem kun je gewoon kopen in de winkel. Nou, je krijgt dan alle componenten waarvan je gegarandeerd zeker weet dat het met elkaar werkt. Maar gezien het goedkope locomotieven repareren karakter van dit kanaal, is dat natuurlijk niet leuk. Dus waar ik mee bezig ben geweest is, ik heb hier een dikke voeding liggen. Ik heb hier, ik zal hem even uit elkaar halen. Eventjes ook de USB eruit. Kom op. Ik denk dat het wel te herkennen is. Ja, hier komt hij al. Een Arduino. Arduino Uno. En een Motor Shield. Een Arduino kun je programmeren om simpele input-output signalen te verwerken. Het heeft een USB-aansluiting voor de stroom en eventuele commando's. En een heleboel aansluitingen, waarvan sommige dus ook PWM-signalen kunnen uitsturen. Nou, zou dit een PWM-signaal uitsturen van een paar volt en een paar milliampère. Dus als je daar een trein op wil laten rijden, daar gaan hier wat dingen doorbranden. Dus daarvoor heb je nodig een motorshield. Een motorshield. Oh jee, eventjes jij terug. Ik geloof dat hij daar moet. Een motorshield zet een zwak PWM signaal om in een veel sterker signaal. Je kunt hier dus ook via deze connector hier redelijk wat stroom opzetten. En je hebt een A- en een B-poort. Hier nog wat extra aansturingen voor motoren. Waar het nu bij de trein om gaat, zijn alleen maar deze A- en B-poorten. Deze zijn eigenlijk geschikt voor tot 12 volt als je ze op een Arduino zet. Maar aangezien dit DCC-systeem werkt met 18 volt, moet je wel wat voorzorgsmaatregelen treffen. De allerbelangrijkste is, even zien, waar zit die? De V-in Connect, is dat leesbaar? Nou, daar wordt het niet beter van. De V-in Connect pin. Die zorgt ervoor dat als je dit shield onder stroom zet, dat de Arduino daar niet door gevoed wordt. En aangezien een Arduino ook maar 12 volt aan kan, is het niet zo verstandig om daar dus 18 volt op te gaan zetten. Het tweede wat nodig is om DCC te gebruiken is, er zitten twee connecties op voor, even kijken, brake controls om motoren af te remmen. Ik vermoed een stukje logica
om dat geautomatiseerd en mooi te doen. Je wil niet dat er met je signaal dat naar jou, wat naar jouw spoor gaat, nog extra gerommeld wordt. Dus de manier om deze uit te zetten is met gewoon een scherp mes. Zoals deze scalpel. Hier een diepe groef tussen te maken en hier ook. Ik heb even ook met mijn multimeter doorgemeten dat ook die verbinding echt door was. Want ja, ik vind het zonde om dit soort spullen op te blazen. Nou, als die onderkanten dus aangepast zijn, dan kan deze er weer terug op. Vervolgens heb ik hier een dikke voeding, zoals ik al zei. Ik heb deze in een kleine houten bekisting gezet. Dit is de moment, even zeker weten, dat mijn stekker eruit is. Dit is de 220 volt in, 240 volt in. En dit is de 18 volt uit. Deze heeft ook twee kanalen. Ik gebruik er nu maar één van. Die andere die zou ik nog kunnen gebruiken voor als ik een tweede Arduino aan zou willen sluiten om een ander deel van mijn spoor mee te bedienen. Deze geeft genoeg vermogen om in theorie een flinke treinbaan aan te sturen. Dus ik heb hem van eBay. Hij kost, nou, ik zal het even op moeten zoeken, maar ik geloof niet veel meer dan 20 euro. Het is Chinese rommel, dus pas goed op met het aansluiten ervan. Je wil niet per ongeluk dit vast hebben als je er voor de eerste keer stroom op zet. Want er is altijd een kans dat dat niet helemaal goed aangesloten is. Ik heb hem zelf ook nog niet vast gehad terwijl dat hij aan stond. Ik heb alleen deze houten bekisting erom zitten en prima. Deze hier ga ik in ieder geval even uit de weg zetten. Nou, ik heb hierboven naast mijn opname laptop daar wat plek voor. Dat gaat even allemaal wat schudden hier. Zo. Dan staat hij niet meer in de weg. Mijn opname laptop staat dus boven de camera. En daarop staat ook de programmatuur die ik gebruik om deze aan te sturen. Deze USB-kabel die gaat dus naar die laptop toe. Die prik ik er vast even in. En deze, ja, hier is die stekker. Hier gaan we eens even een stopcontact steken. Nou, omdat ik nu dus met niet zulke standaard spullen bezig ben, gebruik ik dus ook dit stuk hout. In plaats van de stalen werkplek waar ik tot op heden mee heb zitten werken. Goed. Nou, van de voeding komt deze kabel. Even zien, deze, ja, die gaat hier 18 volt in. En we hebben hier twee kanalen. Kanaal A en kanaal B. Ik gebruik op dit moment een Deke Robot Motor Shield. Ook weer eentje van eBay die een stuk goedkoper is dan de normale Motor Shield. En tot op heden werkt die prima. De A-poort is voor je normale spoor om je trein op te laten rijden. En de B-poort is wat ze noemen het programming track. Nou, ik als programmeur vind programming track iets wat overdreven qua naamgeving, want je bent eigenlijk je locomotief aan het configureren. Voor de kabels, even kijken of ik het hier heb liggen. Ja, voorbereidingen. Bingo. Een bekend Nederlands merk. Telefoonkabel. Hier staat hij mooi op met rood-zwart. Helaas, deze is grijs-zwart. Zoals je ook hier kunt zien. Dus de kleurcodes kloppen niet helemaal. Maar ik gebruik, ik houd zwart als ground. In ieder geval voor de voeding. Ik zie dat hij op de andere andersom zit, maar dat is niet zo'n ramp, want dat is inderdaad een PWM, zo'n wisselstroomsignaal. Dus zwart is de ground en grijs hier is de plus. Ik heb op dit moment deze spoorrails aangesloten op de programming track.
Met de andere kabel die loopt hier buiten beeld. Dan zit aan deze kant vast. En ik heb een locomotief. Deze hele mooie behuizing. Het is niet een van de mooiste, maar ik heb hem gekocht omdat hij dus digitaal voorbereid was en er een decoder in zat. Deze. Alleen wat blijkt, deze is van voor 2000 en ik krijg hem niet aan de praat. En hetzelfde geldt voor de meeste hiervan. Nou, dat heeft dus ook voor de vertraging van dit filmpje geleid. Misschien dat het me nog lukt. Lijkt me leuk om deze oude rommel weer aan de gang te krijgen voor andere oude treinen. Maar op dit moment helaas. Nu, ik heb een nieuwe decoder gehaald. Zodat ik heel mijn opstelling in ieder geval kon testen en zeker wist dat het niet de decoder was. De trein heb ik eerder al getest door hier een paar pinnetjes met elkaar te verbinden. De motor en dergelijke, die doen het goed. Het enige jammer is dus dat deze opzet nu wordt bestuurd door mijn laptop die hier boven staat. En daar heb ik nog geen oplossing voor bedacht, hoe ik dat eens ga doen. Want ik denk dat ik hem hier op de werkbank niet echt kwijt kan. Ik ga sowieso de links van alle onderdelen die ik heb gekocht in de description zetten van het filmpje. En ook de software die ik gebruik. Ik gebruik op dit moment JMRI. JMRI. En ik gebruik het Decoder Pro. En ik ga proberen hier wat screenshots van te maken en ergens toe te voegen in het filmpje. Dat denk ik dat het beste werkt. Ik gebruik Decoder Pro om mijn locomotief aan te sturen. Nou, in Decoder Pro kun je een nieuwe locomotief toevoegen. En hopelijk komen hier dus die screenshots bij. En dan kun je zeggen read type from decoder als je wil weten welke decoder het is. En als alles goed is, en dat is het niet, want hier zit alweer een kabeltje los. Even wat repareren. Als alles goed zou zijn, je trein staat op het programming track, je decoder werkt en is een beetje modern, dan is het dus mogelijk om het type uit te lezen en om te programmeren. Zo, die zit weer aangesloten. Dus mijn trein staat op het programming track. Het enige track wat ik heb zit eigenlijk aan de programming poort. En als ik klik read type from decoder. Nee, wacht. Eerst moet de stroom er natuurlijk op. Kijk, lampjes om te zien dat de stroom erop zit. En, oh, een bug. Als je read type doet zonder dat de stroom erop staat, dan is de programmer in gebruik en is hij niet meer te gebruiken om nog een keer hetzelfde te lezen. Goed, stroom staat op de rails. Nieuwe locomotief, read type from decoder. En het is moeilijk hoorbaar, maar je hoort hem nu constant een klein beetje op en neer rijden. Wat hij doet is, je krijgt het commando, is deze bit gezet? En als dat zo is, dan rijdt de trein een klein stukje vooruit of achteruit en daardoor krijg je een kleine piek in de stroomopname op jouw rails. En dat is wat geregistreerd wordt door de Arduino en doorgegeven wordt aan de laptop die dan daaruit op kan maken dat er nu een Lockpilot versie 4 DCC controller in zit. En het adres op dit moment is, als het goed is, 3. Eens even kijken of dat hij hem in kan lezen. Ik hoor hem rustig bewegen. Hij vindt dat het adres 0 is. Prima. Helemaal goed. Wat ik nu ga doen,
om te demonstreren dat dit wel degelijk een beetje werkt. Dus ik zet even de stroom hiervan af. En ik ga deze trein verplaatsen van het programming track naar het main track, ofwel de normale spoorbaan. Zo. Makkelijker zou zijn om hier een tweede stuk rails neer te leggen, maar het is hier een rommeltje en ik zou dat echt moeten gaan zoeken. Op het moment dat hij hier op de spoorbaan staat, ik kan er nu weer stroom op zetten. Ik selecteer mijn locomotief. En ik zeg, oh nee, wacht, hij moet natuurlijk op. Oh, hup. Ik wil dat jij op kanaal, op adres 0 gaat kijken. Dit zijn de beste demo's. Hij heeft geen zin meer. Fantastisch. Ik ga even uitzoeken wat hier aan de hand is. Klein moment geduld alsjeblieft. Goed, ik heb blijkbaar met alle testen een reset uitgevoerd van de hele controller. Dus een adres was inderdaad kwijt. Ik heb het nu weer teruggezet op adres 3, wat eigenlijk de default is na een reset. En even kijken, als het goed is, kan ik hier nu aangeven dat die moet gaan rijden. En stoppen. Hij trekt rustig aan op. Ik kan hem ook nog de andere kant op laten rijden. En stop maar weer. Oké, het stopcommando had nog wat moeite. Zo'n klein stukje rails is het sowieso wat lastig. Maar prachtig, zo langzaam heb ik een trein al een tijd niet meer zien rijden. En op deze manier heb je zonder grote units van Märklin, Fleischmann, Roco of wat dan ook, in ieder geval een manier om je treinen digitaal aan te sturen via je laptop. Het wordt pas echt leuk als je hier een webinterface aan hangt en met je telefoon over je wifi het kan besturen. Of volgens mij zijn er ook van die controles met draaiknoppen die prima hier via de USB aangesloten kunnen worden op je laptop. En dan kun je ze dus rustig aan bedienen. Deze kun je weer aan een ethernetnetwerk hangen. En met elkaar, als je een aantal laptops je baan met elkaar verbinden en die weer via één laptop besturen, dan heb je deze USB-kabel niet meer nodig. Behalve natuurlijk nog steeds voor de stroom. Maar dat zou je in principe op kunnen lossen door deze kabel met 18 volt te pakken. En het een beetje naar beneden te brengen tot 12 volt en hem rechtstreeks op deze plug aan te sluiten. En dan heb je een redelijk klein setje wat je onder je baan kunt plakken. Ethernetkabel ernaartoe, power over ethernet eroverheen. Ik zie hier wel mogelijkheden om je treinen over je baan heen te laten rijden. Dus nou, tot zover mijn eerste stappen in digitaal. Ik ga wat screenshots maken en laten zien hoe het er een beetje uitzag of ziet. Om het eraan toe te voegen en een heleboel linkjes toevoegen. Ik hoop dat deze Nederlandse versie gewaardeerd wordt. Het kost mij in ieder geval een heel stuk minder moeite, dus het is voor mij prima zo. Ik wens jullie allemaal nog een prettige dag.